Ja, het is een beetje crisistijd, hè, nog steeds eigenlijk. En er zijn Amstelveeners die komen daardoor in de problemen. Dan kan het gaan om, je verliest je baan of er is iets anders en je moet je hypotheek blijven betalen. Dus het kan echt heel vervelend zijn voor mensen. Nou, die mensen, wij willen als college die mensen heel graag helpen. Natuurlijk willen we eerst zorgen dat het niet gebeurt. Dus preventief beleid willen we natuurlijk neerzetten. Maar als het dan toch gebeurt, dan willen we graag helpen. Dus dat doen we al sinds 1995, hè, in Amstelveen. Hebben we een schuldhulpverlening. Maar de Rijksoverheid heeft nu bepaald dat alle gemeenten daar beleid op moeten maken. En dat gaat in per 1 juli aanstaande. Dus we hebben nu een beleidsplan voorgelegd aan de gemeenteraad om daarover te beslissen. En die wet die gaat uit van kortere wachttijden. We moeten maximaal 4 weken moeten een doorlooptijd hebben. Nou, dat gaan we heel graag doen in Amstelveen. En ook gaat de wet uit van een integrale benadering. Dat betekent dat je niet alleen kijkt naar we gaan schulden saneren. Maar ook dat je kijkt, hoe komt het nou dat deze personen schulden hebben? Is dat misschien toch in de persoon gelegen? Komt het door ontslag? Komt het door te veel uitgeven? Vaak is het natuurlijk het geval. Je krijgt te weinig binnen of je geeft te veel uit. Dus we kijken daar ook daarnaar. Is er sprake van verslavingen? Is er sprake van misschien een verstandelijke beperking bijvoorbeeld? Daar kijken we allemaal naar om de mensen zoveel mogelijk te kunnen helpen. En zorgen dat mensen zelfstandig financieel goed kunnen leven. Daarnaast is het zo dat we ook 2 nieuwe dingen hebben. We gaan nu ook de schuldhulpverlening aanbieden aan mensen die een eigen woning hebben of zelfstandig zijn. En dat is nieuw in Amstelveen en daar kijk ik ook erg naar uit.